Goedemiddag. Mijn god, is het al middag? Laat u mij eens gissen. U gisteren maar in het los. Het was gisteren Werelddierendag. U heeft de bloemetjes buiten gezet. Was dat maar waar? Vannacht is de pakezel drachtig geworden. Nou, als zo'n ezel het helemaal op zijn heupen krijgt... de hele nacht heeft hij maar te slaap gehouden met zijn balk. Maar dan kunt u binnenkort toch een jong pakezelveulen tegemoet zien. Daar treft u het toch mee. Twee pakezels vervoeren immers het dubbele aan vracht. Mijn god. Alle ongeluk komt toch altijd in drieën. Wat is dat? Een vrouw. Wat u zegt, goeiemorgen zeg. De laatste keer dat ik hier een vrouw in de winkel had... heeft ze me 2 uur lang staan doorzagen over dat poedel dit en dat poedel dat. En eens zou er stil van worden. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar kan ik u mee van dienst zijn? Mijn man is afkomstig uit het zuiden. Hij heeft nogal veel last van heimwee. Nu zoek ik een dier dat zijn heimwee kan verzachten. Dat zie je wel vaker. Bij die figuren uit het zuiden is het eerst een hoop kastanjettige kletter hier en rode wijn daar. Ter pas en te onpas ben geleid door dat gitaargetokken waarmee ze onze vrouwtjes het hoofd op hol jagen. Als ze eenmaal hier zijn, kwijnen ze weg bij de kachel waar je bij staat. Nou, dat spul uit het zuiden weet wel op andere gebieden van wanten, heb ik horen zeggen. Inderdaad. Heimwee, zei u, hè? Waarschijnlijk heb ik precies wat u zoekt. Het gezang van de krekel. Als dat de geboortegrond van uw man niet een stukje dichterbij brengt, dan weet ik het niet meer. Waarom houdt hij nou op? Het lied is afgelopen. Heeft u een ogenblikje? De dierenwinkel, goedemiddag. Wablief. De eilanden weer. U bent op de vogel gaan zitten. Blijft u vooral rustig. Ogenblikje, ik kan u niet verstaan met die herrie hier. Blijft u vooral rustig. Je moet hem langzaam naar buiten trekken. Een vogel kan 4 minuten zonder lucht. Wat lief? 3 minuten? Begint u maar met trekken. Het is niet zo'n prettig gevoel, dus denkt u maar gewoon even aan iets anders. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dan nog een klein stukje. Grijpt u maar vlak achter de kop vast. En dan in 1 ruk nu... In 1... U heeft hem... Heel goed. Ik zou er overigens wel even een dokter naar laten kijken, zo aanstonds. Nee, niet naar de vogel. Naar uzelf. De vogel kunt u gewoon met een spons de kop afnemen. Gewoon even afspoelen en laten doorweken. Ik hoop dat u er zo uitkomt. Goedemiddag. U heeft waarschijnlijk de krekel te hard voor zijn donder gegeven. Die eilanden worden nog eens met dood. Als straks de hechtingen eruit zijn, hangen ze natuurlijk weer aan de lijn. Waar is de vrouw? De vrouw is weg.
Ziet u? Dat is nou precies wat ik daarnet bedoelde. De ellende is alleen dat je het nooit aan iemand uit kan leggen. Maar heeft u het met eigen ogen gezien? Heimwee, zei ze toch? De zuster op een houtvlot zal ze bedoelen. Een dichter kopen? Wat? Een dichter kopen, 25 piek. Dat kan niet zo.